Goedenavond, dames en heren. België muziekland. Dat lijkt nauwelijks een titel voor een panoramareportage, maar we wagen het er toch op. Wat is er aan de hand in de wereld van de lichte muziek in dit land? De platenverkoop is ineengestort. De grote platenfirma's hebben nauwelijks nog belangstelling voor lokaal talent. En artiesten staan vaak aan de klaagmuur. Niet allemaal, maar toch. En de zender waarnaar u kijkt op dit ogenblik moet het dan vaak ook ontgelden. Hij zou het lokale talent onvoldoende stevig omarmen. Maar er is een andere kant van de medaille. Tegelijkertijd namelijk hebben sommige Belgische zangers opvallend veel succes in het buitenland. Panorama wou wat duidelijker zien in de ingewikkelde verhoudingen binnen de Belgische, voornamelijk Vlaamse lichte muziek. Wat volgt is een zoektocht langs zangers, producers, platenuitgevers en mensen die over die bonte wereld in uw krant berichten, namelijk de muziekrecensenten. Die zoektocht beginnen we, gek genoeg, in het buitenland, bij Nederland Muziekland, om uit te komen bij België Muziekland. De Vlaamse popgroep won tonton in het populaire Veronica-programma Nederland Muziekland. I Lie and I Cheat rukt ook onstuitbaar op in de Nederlandse hitparade. Het Vlaams-Brussels duo Vaya Con Dios scoort hoog in Frankrijk met de tweemoedige Just a Friend of Mine. Meteen wordt de verkoop van de plaat vertienvoudigd. Yes, oké. Okay. Gaat er een Belgische muziekgolf doorheen Europa. Het opent deuren. Het is niet meer zo als je nu zegt, bon, ik heb hier mijn cassetje, een Belgische opname, dat ze scheurend van het lachen dat in de vuilbak gooien, dat is gedaan. Ik bedoel, het wordt gewoon gewaardeerd op kwaliteit en op welk soort groep je meebrengt of welk soort zanger. Maar dus het nummer is nog altijd superbelangrijk. Ik geloof dat door dat succes van een paar zeer goede Engelstalige Belgische groepen, pop, de grote woorden gebruiken, dat het zeker positief zal zijn voor nog toekomstige producties. En ik denk dat er, zoals er 10, 15 jaar geleden minachtend werd gesproken over een Belgische productie, als je nu naar Nederland kijkt, er is een hele sterke Vlaamse stroming, positief. Hè? Nu is alles in België ineens fantastisch en alle producties zijn goed. En zelfs in Frankrijk, waar men altijd minachtend zou horen op die Belgen, nu zijn er toch een paar Belgische producties, ook Franstalig, die het heel erg goed doen. En ik denk dat dat heel erg positief is voor het lokale product. En ik hoop dat een van de resultaten onder andere ook zal zijn dat dus een Vlaamstalige, Nederlandstalige productie in plaats van voor 6 miljoen, nu ook eens een keer voor 20 miljoen mensen interessant zou kunnen zijn. Ik zie het niet als een toevallige succes. Ik denk dat dit er is een volwassenheid gekomen. Zeker wat betreft de Belgische pop- en rockscene. En dat daardoor nu die producten kunnen meeconcurreren met wat er in Europa gemaakt wordt. Europa zonder Engeland in overweging te nemen. He is cool in cold weather, but he's really nice once you get to know him. De Brugse groep Elisa Wout verkoopt 15.000 LP's in Japan. Binnenkort kunt u in Tokio gaan kijken naar live optredens van de groep. Angie Dillon, 18 jaar en in Vlaanderen zo goed als onbekend. In Griekenland scoort ze goud met In the Dark. Belgisch rockfestival in Parijs. De elektronische rock verovert Frankrijk, Duitsland en Scandinavië.
Belgische groepen als Front 242 en The Neon Judgment verkopen er tienduizenden platen. Is dit de definitieve doorbraak van de Belgische pop? Ik denk dat doorbraak een te groot woord is. Het, denk ik, is meer een samenloop van omstandigheden, toevalligheden, dat het nu gebeurt op verschillende plaatsen tezelfde tijd. Ik denk ook niet dat er sprake kan zijn van echte carrières, in de zin van deze artiesten gaan nu hun carrière kunnen opbouwen in het buitenland. Ik denk niet dat er sprake is van een golf. Het zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat is in het verleden ook altijd zo geweest. Nu en dan is er een groep of een personage dat iets maakt wat tot de verbeelding spreekt van een bepaald publiek. En die komen daarmee in het buitenland. Grotendeels moeten we dat wel relativeren, dat dat ook een vrij kleine groep mensen is die ze in het buitenland bereiken. Van een Belgische golf is er geen sprake. De Belgische platenmarkt wordt gecontroleerd door 5 internationale bedrijven. Het zijn Polygram, WEA, BMG Ariola, CBS en EMI. Samen zijn ze goed voor 75% van de platenverkoop. Die multinationals produceren evenwel ook opnamen van Belgische artiesten. Maar de investeringen in lokaal talent werden de laatste jaren aanzienlijk teruggeschroefd. De firma's zijn niet meer onafhankelijk, toch de grote, de multinationals, zijn dochterondernemingen van internationale huizen. Die mensen hebben opgelegde budgetten. In feite zijn het doorgeefluiken voor wat er internationaal op de markt komt. Zij hebben eigenlijk geen budget voor lokaal product. Ze hebben een zeer kleine marge waarbinnen zij iets mogen proberen. En dus wordt er niet geïnvesteerd, omdat een kostenbatenanalyse uitwijst dat zij daar een enorm gat mee slaan. Komen zij op de jaarvergadering in het moederhuis met hun balansen aan, dan zal de grote directeur zeggen: ik zie hier een verliespost van zoveel voor Belgisch product. Het is gedaan met dat lokaal product. Wat zich vandaag afspeelt is eigenlijk gewoon het einde van een trend die al een aantal jaren bezig is. Namelijk dat de Belgische afdelingen van grote platenfirma's eigenlijk alleen maar een lokaal filiaal van een multinational zijn. En dat zij steeds meer afhankelijk worden van beslissingen uit New York, Los Angeles, Londen, Parijs, à la limite. Dat betekent dat zij gebonden zijn aan het uitbrengen van platen. Als Londen zegt, deze plaat verschijnt op die dag, dan kunnen zij daar niet omheen, dan moet dat gebeuren. Moeten zij ook al hun aandacht en hun promotie daarop richten. Wat betekent dat er minder ruimte komt om Belgische producten te promoten. Komt daarbij dat in het geval van EMI bijvoorbeeld, een platenfirma die allicht van alle grote Belgische meest gedaan heeft voor de Belgische rock, dat gebleken is dat uiteindelijk het sop meestal de kool niet waard was. Zij investeerden in groepen, zij hebben dat jarenlang heel gewetensvol gedaan en daar ook alles, al een promotiemachine achter gezet. Maar dat lukte blijkbaar toch niet, tenzij één uitzonderlijke witte merel. Bijvoorbeeld de Raymond van het Groene Woud hebben zij mee groot gemaakt. Maar vandaag blijkt dat ook niet meer te gaan. Hoe schandalig jammer dat ook is. Maar Raymond van het Groene Woud verkoopt ook minder platen en aanzienlijk minder dan vroeger. Wij hebben onze eigen productie teruggeschroefd, aangepast aan de dalende markt. En waar begin jaren 80 het nog relatief rendabel was om heel wat lokaal te produceren, was dat in 84, 85 niet meer het geval. Is het zo dat uw directie, dan uw Engelse directie, zegt, kijk, u moet daarmee stoppen met die productie in België? Of hoe gaat dat? Nee, dat hebben ze helemaal niet gezegd. Wij mogen nog steeds, trouwens, ik denk voor 87, 88, we terug een grotere inspanning gaan doen dan vorig jaar. Wij moeten het steeds wel kunnen verantwoorden. Zij laten ons volledig vrij. We moeten een budget indienen en dat keuren ze goed of keuren ze af. Maar het moet wel rendabel zijn. Zeker kostendekkend. En er waren 2 jaar waar het zelfs niet kostendekkend meer was. Ook de nu populaire groep Elisa Wout heeft ondervonden dat er bij de major companies in België geen geld meer is om platen te produceren.
Toen wij de Rockrally wonnen, was er geen enkele platenfirma geïnteresseerd. We hebben ze allemaal afgelopen. En nee. We zijn eigenlijk naar Nederland moeten gaan om een platencontract te vinden. En dan toen die plaat opgenomen was, dan hebben we wel een licentie gehad. Ook Van Tonton vond geen producent voor het inmiddels tot superhit opgeklommen I Lie and I Cheat. De groep produceerde de plaat daarom in eigen beheer. Ook hun nieuwe plaat wordt een eigen productie. Het financiële risico aan de basis hebben jullie zelf genomen. Ja. Ja. Maar dus dat is... Hebben jullie eerst geprobeerd om bij een platenfirma dat te laten produceren? Ja, we hebben... Plaatje Alaina Cheat eigenlijk bijna een jaar geleden opgenomen. Hè? Ja. En hebben cassettes rondgestuurd naar alle platenfirma's in België. En die hebben daar eigenlijk niet spontaan positief op gereageerd. Het is pas na een paar maanden, als wij al klaar stonden met 1000 klaargeperste singles en hoesjes, dat we eigenlijk met die deal met Antler zijn gekomen. Uiteindelijk kwam Von Tonton bij de onafhankelijke Vlaamse platenfirma Antler terecht. Maar de internationale doorbraak begon pas toen de kleine Antler de internationale rechten van I Lie doorgaf aan de Nederlandse afdeling van de multinational WEA. De doorbraak van Von Tonton gaat dus eigenlijk via Nederland. Het is zo dat onze home market heel klein is. En dat die voor het buitenland een zeer kleine rol speelt. Die heeft eigenlijk geen echt belang. Het is niet zo dat wanneer men in België nummer 1 of nummer 5 is in een hitparade, het zij de BRT Top 30, het zij de Cibeza Charts, dat het gevolg daarvan is dat vanuit de omringende landen de interesse begint te stijgen. Dat is niet zo. Bijvoorbeeld met Von Tonton hebben wij meegemaakt dat pas vanaf het moment dat I Lie and I Cheat in de Nederlandse top 40 stond, dat de interesse van de omringende landen begon te stijgen. Vooral Duitsland, ook Frankrijk. Omdat dat een hitparade is die blijkbaar in de business meer gewaardeerd wordt dan onze eigen hitparade. Pas dan is dat plaatje een rol gaan spelen op de internationale markt. En pas dan was het moment daar om met mensen gaan te praten over releases in de diverse Europese landen. Dus dat zou in zekere zin ook betekenen dat de steun van de media in België niet van essentieel belang zijn om een internationale hit te scoren. Dat het eigenlijk van minder belang is. Ik denk dat het niet van essentieel belang is. Het kan ook daar zonder. Ik denk dat het theoretisch mogelijk is dat zelfs wanneer men compleet genegeerd wordt in eigen land, het nog mogelijk is om een Europese of een wereldhit te maken. Ik denk dat dat mogelijk is. Onafhankelijke platenfirma's zoals Antler en de Brusselse firma Play It Again Sam produceren ook platen van Belgische elektronische rockgroepen, de zogenaamde European Electronic Beat. Op 9 maart zendt de Franse zender France 3 een reeks clips uit van Belgische groepen uit het elektronische circuit. Er wordt meteen aangekondigd dat er een driedaags festival van Belgische rock plaats heeft in de Parijse dansdiscotheek La Locomotive. Veel van de Belgische groepen zijn zeer bekend in het buitenland. Er zijn bijna permanente tournees. De platen worden verkocht in verschillende landen, bijna in alle Europese landen. Regelmatig zijn er ook tv-optredens, zoals deze clip is opgenomen door FR3 in Lille, de Franse televisie. Bijna al onze groepen komen daar op tv. Is dat nu een bepaald circuit, een eigen circuit? Ik moet zeggen zelf, ken ik die groepen niet of nauwelijks? Zijn die bekender in het buitenland dan in België? Of wat dat, is het eigenlijk? Ik denk dat ze bekender zijn in het buitenland dan in België. Maar daarbij mag ik ook wel stellen dat het gaat om een speciaal soort muziek die moeilijker tot de bredere lagen van de bevolking doordringt. De volgende nacht op de boulevard de Clichy, naast de wereldbekende Moulin Rouge, staat het Parijse publiek in de rij voor de Belgische groep The Neon Judgment. Connaissez de groep The Neon Judgment, monsieur? Oui, oui.
Je l'ai déjà vu au concert au Rex l'année dernière. Et vous connaissez le rock belge, les autres groupes belges? Oui, je connais les Front de K2 et puis d'autres groupes un peu plus Cold Wave, comme... plus non. Vous pouviez dire quel style ça... quel genre de musique c'est? Une musique assez électronique, qui s'inspire beaucoup de la musique industrielle. Beaucoup de rapprochements. Une musique très intéressante, la musique la plus créative, je pense, en ce moment, dans le continent européen. Vous connaissez la nationalité du groupe? Belge. Ça a une signification pour vous, le rock belge? J'ai quelques affinités, parce que j'ai des amis qui m'ont fait connaître Tissimatic dans les années 81, quand c'était pas importé encore ici. Et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une influence un peu le carrefour de la Hollande, de l'Angleterre. Et Tissimatic, vraiment, j'avais trouvé que c'était très original. Bon, sinon, le rock belge, c'est la confluence, c'est ce qui me plaisait. Est-ce que ces groupes sont connus en France? Non, déjà, tout ce qui est un peu underground en France, ça a du mal à, enfin, comme partout, ça a du mal à accrocher. Et je crois qu'il y a un public trop étroit, de toute manière. Hein, que ce soit belge ou américain, de Frisco ou d'ailleurs. On a l'impression que dès qu'il y a un peu de qualité, en France, ça vend pas tellement de disques, il n'y a pas grand monde au concert. Il faut que ça soit de la grosse cavalerie pour que ça plaise. In het buitenland krijgt Belgische rock veel meer betekenis dan in België zelf. Want in België zelf begrijpen ze het eigenlijk niet zo goed. Ze begrijpen hun eigen denk ik niet in België. En in het buitenland, er is een drang, een sfeer in Belgische rockmuziek die in geen enkel ander land bestaat. Een sfeer van vooral agressie en het is nogal zwaar eigenlijk. En de mensen die willen zoiets, maar ze krijgen het van nergens mee, behalve nog van België. En het is iets dat leeft. In eigen land hebben wij inderdaad reden om te klagen. De BRT, radio en televisie geven maar weinig kansen aan dat soort muziek. Ook de schrijvende pers negeert bijna volledig die muziekrichting. En dat is voor ons wel een probleem, want het zou inderdaad ook voor België makkelijker zijn moesten wij steun hebben van de media hier, of meer steun hebben van de media hier. Belgische artiesten, waar de plaat van uit is dus momenteel in Japan en die het zeer goed doet. Er komt nu binnen een maand een volgende release. Ondanks de laagconjunctuur in de platenbusiness zijn er toch steeds bedrijfjes die erin slagen te produceren en te verkopen. Verkopen betekent voor de kleine Antwerpse platenfirma ARS in de eerste plaats export. De zaakvoerders van ARS zijn handige jongens. Ze produceren pretentieloze modieuze platen en ze verkopen die over heel de wereld. Hoe ze dat doen, is te eenvoudig om waar te zijn. Ze bellen gewoon hun klanten over heel de wereld op, laten de plaat horen via de telefoon en ze noteren dan, weer via de telefoon, de bestellingen. Heel veel artiesten
zangers-zangerissen-groepen, die willen dus aan een publiek hun ideeën opdringen. Wel nu het verschil, wij gaan dus prospectie doen, kijken wat er in de markt gebeurt en laten ze onze artiesten dus de muziek maken, opnemen waar vraag naar is. En dat is het grote verschil, wij draaien dus eigenlijk de rollen om. En de artiest die helpt ons bedrijf vooruitgaan. C'est sur le label ARS. C'est sur notre label. Non. Ça va sortir en France, mais pas pour l'instant. 100 fois. Ok. Le prochain, c'est le sampler 83. Oui. C'est aussi sur ARS. Ça va? Yeah. Dat heeft wel iets met verkooptechniek te maken. We leggen dus de intro, het begin van een plaat op, die natuurlijk altijd heel groot is. En dan leggen we in het midden, wanneer even de climax van de plaat er is, leggen we die ook even op. Laten we zo ongeveer een minuut laten we dat draaien. En dan gaan we naar de man en vragen we, kijk hoeveel wil je er. En dan plaatsen ze een bestelling. En dat gaat zo alle dagen hier? Dat gaat alle dagen, van maandag tot vrijdag namiddag, mag ik wel zeggen. En elke week hebben we een nieuw pakket. We krijgen telefoontjes uit heel de wereld. We krijgen telefoontjes van Singapore, Amerika, Scandinavië, noem maar op, alle landen. Via de telefoon slagen jullie het in om een aantal Belgische producten, Belgische artiesten te verkopen, beetje over heel de wereld. Ons pakket behelst enkel alleen en uitsluitend Belgische dingen. Heb je een paar dingen liggen? Kunnen we zien wat het is en in hoeverre het eventueel bekend zou kunnen zijn in België? Wat is dat hier? Dat is een nieuwe groep. Dat is een instrumentale plaat die met sampling, oftewel met stukjes van andere geladen, tot een disco geheel is gebracht. Dat is iets heel trendy en dat is een ding dat nu inderdaad heel erg goed loopt. We zijn er... Een soort plagiaat eigenlijk, sampling. Dat zijn geluiden, maar die hoeven erom niet van platen of bestaande dingen genomen te worden. Hè. Dat is een kwestie van interpretatie. Maar dat zou ook eventueel van andere platen kunnen zijn. Dat zou eventueel kunnen zijn en dat gebeurt ook wel. Ik ben dus niet de man om dat te... En dat mag volgens auteursrecht en zo, mag dat? Wij nemen dus helemaal dus geen stukken van grammofoonplaten over. Wij maken dus eigen interpretaties van dingen, van geluiden die we dus nooit zelf in de studio opnemen en die we dan daarna samplen. En zoiets krijg je verkocht in het buitenland bijvoorbeeld? Van deze plaat, om deze plaat als voorbeeld te nemen. Hier zijn we dus gistermiddag mee gestart en hebben we er 1500 hebben we ervan verkocht. U zegt een nieuwe groep. Bestaat die groep? Kunnen we die ergens zien of is dat alleen in de studio? Eigenlijk is dat een studio project. Ja. Dat is eigenlijk een marketing stuk dat we samen gebracht hebben. En als dat dus succes brengt, dan gaan we dus een dansgroep vormen, vermits het er niet in gezongen wordt. Ja. En die groep, hoe heet die? Raising from the Rank. R-F-T-R. Ja. En die is eventueel samen te stellen. Wanneer het een succes zou zijn, plakt u daar een gezicht op? Wanneer het een succes is, dan halen we er dus een dansgroep bij. Ja. Vermits het geen vocaal werk is, kunnen we er dus geen zangers bij halen. Dan hebben we, wat is dit? Euroclee, Max, Mix. Mensen horen graag bekende deuntjes, ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dus bekende successen van deze moment door studioartiesten achter elkaar laten zitten met wat knipwerk en inderdaad samplewerk hebben we het dus aan elkaar geplakt en hebben we dus een compilatie, non-stop disco compilatie samengesteld. En dit missie zie ik? Dat is een van onze nieuwe ontdekkingen.
Dat is een meisje dat hebben we ontdekt in een studio. Die stond er achter de bar van een studio. En die was heel leuk de deuntjes aan het meezingen. En dat vonden we zo goed dat we eigenlijk overgegaan zijn tot een platenopname. Met succes, mag ik zeggen. Ze is 14 dagen uit en dus slaat zeer goed aan. Ook in het buitenland verkocht, Missie? We hebben die meegenomen naar de grammofoonplatenbeurs in Medem. En we hebben verschillende geïnteresseerde grammofoonplatenmaatschappijen. Binnenkort misschien een bekende vedette, of niet? Dat is mogelijk, dat zal de toekomst uitwijzen, maar ik denk het wel. Ja. Nu proberen de jongens van ARS ook in België een aantal artiesten te lanceren. I was walking down the street. I tried to hold you near. Een van hun ontdekkingen is het mooie meisje met de mooie stem, Anja Dillemans, nu genaamd Angie Dillon. Schrijf Dillon als Bob Dillon. I wanna make love with you. Pour le succès que vous avez obtenu par la vente de 25.000 pièces de disque. Ze heeft een gouden plaat in Griekenland, want ARS is een exporteur en slaagde erin de plaat in Griekenland te laten uitgeven. Zo scoorde ARS al hits in de Verenigde Staten en in Canada met Belgische artiesten die in eigen land totaal onbekend zijn. Het geheim van ons succes, in grote mate relaties, denk ik. Een goede relatie met de klant opbouwen, regelmatig bellen en me helpen ook met de verkoop en risico nemen. Risico nemen, een platen verkopen, wij verkopen onze platen met volledig teruggaverecht. Waarom? Ik sta dus 100% achter onze producten achter. Wat betekent dat concreet? Dat ik dus een gedeelte van het risico neem. Ik zet bij hem die platen er neer. Hij betaalt die, maar hij heeft de mogelijkheid, als hij ze niet kan verkopen, om terug te sturen. Het belangrijkste is dat u een goed verkoper bent ook, neem ik aan. Dat heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. En geen, laten we zeggen, echt artistieke ambities. Dat is iets wat u niet hebt. Ik ben een grote muziekliefhebber. Maar langs de andere zijde heb ik wel commerciële ambities. En heb ik ook genoeg doning in de vooruitgang van de zaken van onze medewerkers en onze artiesten. In het totale aanbod van platen in België bedraagt het deel lokale productie maar een goede 3-4%. Van die productie is dan nog maar een klein deel in het Nederlands gezongen. Vroeger konden Viltura of Wil Sommers 100.000 platen verkopen in Vlaanderen, maar wie er nu 5.000 kwijtraakt, heeft al een heuse hit gescoord. Van sommige platen in de Vlaamse hitparade worden er maar een paar honderd verkocht. Het belangrijkste zijn de optredens, ongetwijfeld. Dus ik zit al 18 jaar in het vak. Ik heb een beroepsorkest, een beroepsmuzikant. Ik probeer die mensen zoveel mogelijk werk te geven. En dat is voor mij de hoofdzaak. Qua inkomen voor mezelf is het ook heel belangrijk. Ik spreek van de tijd van nu. Omdat de platenverkoop over het algemeen, ik spreek niet alleen voor België of voor Vlaanderen, achteruitgelopen is voor iedereen. Door home taping, het gebeurt er allemaal. Dus kan moeilijk zeggen. Maar toen ik begon, 18 jaar geleden, met mijn eerste plaat, Stefania Severose, verkochten wij in Vlaanderen 120.000 platen. Dat Nederlandstalige producties tienduizenden en tienduizenden verkochten,
Dat bestaat niet meer. Hebt u daar ook een verklaring voor? Het is ook weer waarschijnlijk een heel complex geval van... we kunnen de platen moeilijk gedraaid krijgen. We kunnen ze moeilijk op tv krijgen. En we kunnen ze moeilijk in de winkels krijgen. Hè? En al die verschillende onderdelen kun je nader bekijken en zeggen... ja, waarom minder gedraaid? Waarom moeilijker in de winkels? Het zijn allemaal oorzaken waardoor het lokale product een moeilijke tijd doormaakt. Ik spreek nu duidelijk over het Nederlandstalige lokale product. Ik spreek niet over het Engelstalige lokale product. Ja, daar zijn natuurlijk weer andere oorzaken en andere aspecten bij. Hè? Het Nederlandstalige lokale product heeft het heel moeilijk. Is dat specifiek voor België zo? Wie is dat in Nederland ook zo? Dat is eigenlijk in Nederland ook zo. De opbloei die er geweest is voor enkele jaren... dat er overal Nederlandstalige rock- of popbandjes kwamen... die allemaal tienduizenden en tienduizenden verkochten... is eigenlijk ook afgelopen. Er zijn er maar een paar overgebleven. In Nederland klaagt men ook dat het lokale product het heel moeilijk heeft. Nogmaals weer, Nederlandstalig... Engelstalig heeft dan nog een internationale mogelijkheid, maar die hebben het ook moeilijk. Ik geloof dat het totale lokale product, België-Nederland, het heel moeilijk heeft. Als het echt niet anders kan, maar dan gauw weer UB40 en daarna Duran Duran. Want die taal die klinkt toch heel wat interessanter. Ho, die baasjes worden elke dag pedanter. Op nummer 7 staat Madonna en daaronder staat Kim Wilde. En op 5 staat Katerboes, dat is die vrouw die soms zo gilde. En met... Als je ziet wat er van buitenland komt, dat zijn... van de, nou, alle het beste van het beste, van de crème van de crème, komt nummers afleveren en ook in België. En daar moeten wij kunnen tegen opboksen. En de enige manier, vind ik, voor mezelf toch, is dat in het Vlaams. Zij brengen Engelstalig werk en ik in het Vlaams. Maar natuurlijk, de goede nummers moet je vinden. Hè? En ik tracht zo'n beetje overal te zoeken. Ik heb enkele nummers opgenomen van Robert Long. Omdat ik toch vind dat die hele kwalitatief goede muziek heeft, heel goede teksten. Maar het blijft toch zoeken hoor voor iedereen. Ik denk dat mensen echt kwaliteit willen tot en met dat ze dus zo heel selectief gaan kopen zijn met de tijd. Vroeger dan kostte misschien een plaat ook minder geld, maar de mensen selecteren meer. Dat denk ik dat de grote reden is. Een veelgehoorde klacht van de Vlaamse artiesten is dat ze te weinig aan bod komen op de televisie. Hier moet de BRT, en vooral de BRT-televisie, het ontgelden. Waar kinderen spelen langs de straat en buren praten s'avonds laat, waar liepen... De tijd dat er inderdaad 50 en zelfs 100.000 platen verkocht werden van een single, en dat dateert van begin van de jaren 70, toen was er ook heel veel mogelijkheden op de televisie voor de Vlaamse artiesten. En er was Teletop 10, er was Binnen en Buiten, er was Kansenisme, maar er waren nog andere showprogramma's. Dus de mensen, het publiek, wist echt wat er op de markt was. En daar was ook belangstelling voor. En waarom zou er nu geen belangstelling meer zijn bij het publiek voor het Vlaams? Het is gewoon zo, volgens mij, dat de mensen niet meer weten wat er op de markt is. De Vlaamse artiesten komen zelden of nooit op televisie. Dus hoe zou het publiek dan kunnen weten wat er op de markt is? Maar ik heb als ze het niet weten, kunnen ze het ook niet gaan kopen natuurlijk. Hè? Als consument, als koper... heb je de keuze tussen het beste. Je betaalt evenveel voor een plaat van een Vlaamse vedette als voor een plaat van George Michael. Ik zeg nu maar wat. Als die plaat van George Michael het publiek aanspreekt, dan kopen ze die plaat van George Michael. En dan mogen die Vlaamse vedetten 1000 keer het scherm teisteren. Dan gaan de mensen dat nog niet halen. Dat lukt gewoon. Zo werkt dat niet. Je ziet dat als deze artiesten bal spelen in de week, dat daar inderdaad veel publiek afkomt. Dat zij die zangers ook kennen, dat zij hun carrière volgen. Dat zij ook blijkbaar hun plaats krijgen in populaire weekbladen, dagbladen ook. Dat daar dus blijkbaar een publiek voor is. Maar toch zet dat publiek niet de stap naar de platenwinkel om die plaat te kopen.
Nu, hoe kan dat komen? Ik denk dat er maar één zinnige reden voor kan zijn. Namelijk dat als je naar, op het einde van de week met je zuurverdiende centen naar de platenwinkel gaat, dat je daar geconfronteerd wordt met de nieuwe single van Madonna, de nieuwe single van Michael Jackson, de nieuwe single van George Michael en de nieuwe single van Jean-Pierre van Poelkapelle uit Zwevenkote Plage, zeg maar. En dan is de keuze snel gemaakt, denk ik. Want men heeft niet meer het geld om alles te kopen, dus selecteert men. En dan val je altijd uit de boot, denk ik, als Belgisch artiest. Heel veel artiesten nu, als je het zo leest in tijdschriften en al, of hoort het hun zelf zeggen, die zijn zeker niet ontevreden over de BRT. Hè? Maar omdat er occasioneel wel alles aan gedaan wordt eigenlijk. Er zijn al ook losse programma's die dan een keer gemaakt worden. En op zich is er denk ik niet eens negativiteit van de BRT. Maar het enige wat ontbreekt is een gericht, wekelijks terugkomend programma dat bijna elke week, dat gewoon hetzelfde is, maar met andere platen erin. Maar dat de mensen gewoon zijn. Mensen zijn gewoontedieren. Dat is vroeger het succes van Nittering geweest. En als we dat niet hebben, dan zullen we nooit de grote massa kunnen bereiken. En wat de BRT zegt, van bon, onze taak is niet om te pluggen, zeggen ze. Maar, bedoel, dat is gewoon discriminerend ten opzichte van andere Belgische zaken, gelijk mode of toerisme of weet ik veel wat, want die hebben ook een vast programma. En waarom is muziek niet even belangrijk dan mode? Ja, maar ik heb dus wel cijfers die van Sabam komen. Plus wordt mode nog gesubsidieerd en zo, muziek helemaal niet. Ik heb hier wel cijfers die van Sabam komen en het percentage uitgevoerde werken, verdeelde uitzendtijd, televisie. Ook, ja. Zie ik dat de beschermde werken, Belgische werken, Nederlandstalige televisie, BRT1, ja. 40%. Dat is dan wel theater en zo bij. Dan kun je niet zeggen dat de BRT geen inspanning doet. Ja, dat zeg ik dus ook niet. Hè? Maar dat zeg ik zeker niet. Zeker niet. En het enige wat ontbreekt, wat eigenlijk hun kijkcijfers ten goede zou komen, is zo'n onnozel doelgericht programma met zowel popmuziek, rockmuziek als variété erin. Wat Hittering was, moet niet meer zijn. De mensen vinden dat tof hoor, want ze kijken naar de Hollandse zenders om dat te zien. Maar hier bij ons, ik denk de Vlaamse artiesten, en ik heb het nu over die populaire Vlaamse lied, hè, die Vlaamse artiesten komen zelden of nooit op televisie. Ik kan tientallen namen noemen van mensen die de laatste jaren nooit op televisie geweest zijn en die toch valabele producties uitbrengen waarvoor een publiek is. Misschien hoor jij of iemand anders dat niet graag, maar ik weet dat er toch nog een publiek is ervoor. Maar het probleem is dat de mensen van de BRT nogal dikwijls met hun eigen smaak rekening houden en zeggen, wij horen dat niet meer graag, dus wij brengen dat niet. En ze verwaarlozen daarbij dan een zeer groot publiek van 25 tot 85 jaar, waarvan ik pertinent overtuigd ben dat ze nog voor de Vlaamse artiesten zijn. Ik vind dat bespottelijk gewoon. En bovendien totaal naast de kwestie. Ten eerste komen zij relatief gezien in verhouding tot het publiek dat ze hebben en de plaatverkoop die zij realiseren veel te vaak op de televisie. Je bedoelt hier de Vlaamse slagerzangers eigenlijk? De Vlaamse slagerzangers, inderdaad. Die mensen leveren gewoon een achterhoedegevecht. Ze hebben zeer weinig contact met het jonge platenkopende publiek. Hun verkoop of hun succes, hun beroep, situeert zich vooral in dat live circuit tussen aanhalingstekens. Maar zij komen, vind ik, al veel te veel. Ze hebben overaandacht op televisie. Zij mogen daar zeker op komen, ik heb daar niks op tegen. Maar die klacht dat de televisie hun tegenwerkt, is op niets gegrond.
Men kan niet vragen dat samenstellers van programma's platen draaien, omdat de ogen van de promotiejongens en meisjes van platenfirma's zo diep en blauw zijn. Men kan er altijd maar alleen van uitgaan dat zij A, zoveel mogelijk en zo professioneel mogelijk alle platen moeten beluisteren die uitkomen. Daar naar eer en geweten en op basis van hun ervaring, want de meeste van hen zitten daar toch omdat ze er iets van af weten. In eer en geweten dus daar een selectie uit maken en aan het publiek aanbieden wat zij zelf daaruit het kwalitatiefst hoogstaandst vinden. Dat is de enige norm die er altijd maar kan zijn. En dan moet je ze natuurlijk wel vertrouwen dat ze genoeg professionalisme hebben om dat ook te doen. En op die kritiek op de BRT kan ik wel komen. Daar zijn er helaas te weinig die professioneel mee bezig zijn, zowel bij de radio als televisie. Maar je kan niet eisen dat men sowieso zegt 60% Vlaams werk. Dat is een theorie die ervan uitgaat dat als men lang genoeg rommel draait op de radio of ellende toont op de televisie, zeggen de platenfirma's, dan zal het na verloop van jaren wel beteren. Wij zullen dan betere producten kunnen maken. Dat lijkt mij op geen enkele wetenschappelijke grond bewijsbaar of bewezen. Dus dat is iets waarvan men hoopt dat het zo is. Maar ik denk dat het vrij kortzichtig is. Ik denk dat je toch moet uitgaan van kwaliteit steeds weer. Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die de auteurs zegt in België int, publiceerde de cijfers van het percentage beschermde Belgische werken die de verschillende zenders uitzonden. Volgens die cijfers zendt BRT1 Radio 19,5% Belgisch werk uit. BRT2 gemiddeld 16,34% van de zendtijd en als uitschieter Limburg met 21,02% van de zendtijd. De Nederlandstalige televisie BRT1 zendt volgens Sabam 40,13% van de zendtijd Belgisch werk uit. RTBF1 35,75% en RTL zendt maar 4,61% van de zendtijd beschermd Belgisch werk uit. In sommige kringen vindt men dat de BRT promotie moet maken voor Belgische muziek. Zij moeten dat doen, dat is hun taak. Er is maar één televisie in België. Op het moment dat er 5, 6 of 10 zenders zijn in een land, of commerciële televisie, dan wordt dat misschien een andere discussie. Maar nu, op dat moment, is er maar één televisie. Het is de staatszender, de BRT. Dan vind ik dat het een plicht is om dus de eigen Vlaamse liedjescultuur, de eigen muziekcultuur te steunen, om te zorgen dat hier enkele honderden mensen van de muziek kunnen leven. Ik vind dat dat echt hun plicht is. Ze moeten niet spreken over de Vlaamse cultuur, want in feite zijn dat imitaties van dingen die uit het buitenland komen. Minder goede imitaties. Een imitatie is altijd minder goed dan het origineel. Ze kunnen er gewoon niet mee concurreren. Ze moeten zich tevreden stellen met wat ze hebben en daar blijven op verder werken. Ik wil die mensen niet in de grond stampen of volledig ontmoedigen. Maar zij moeten de steen niet gooien naar een openbare omroep als de BRT. Want die is er niet om hun pensenkermis, een circuit, te subsidiëren. Kan de BRT nog meer doen dan 40%? Belgische producties in het algemeen dan, artistieke producties, uit te zenden? Ik denk het wel. Ik denk dat het geen kwestie is van kwantiteit, maar ik denk dat het vooral een kwestie is van kwaliteit en van attractieve televisie op een goed, op een piekuur, bijvoorbeeld voor Panorama. Maar dan bedoelt u kwaliteit voor u? Promotie voor uw producten, zult u dan zeggen? Ja, maar ook promotie voor het lokaal talent. Het is niet alleen mijn productie die daar aan bod komt, het zijn ook de anderen. Volgens het nieuwe kabeldecreet is het opstarten van commerciële televisie in Vlaanderen nu wettelijk mogelijk. Er bestaan plannen dat nog dit jaar de Vlaamse commerciële televisie er zal komen. Voor de Belgische platenindustrie en in het bijzonder voor het Vlaamse populaire genre zijn er opnieuw gouden tijden in het verschiet. Want een commerciële televisie, die moet leven van zijn kijkers, want die moet publiciteit hebben, betaald. En de firma's gaan alleen publiciteit gaan aan de zender die kijkers heeft. En dan gaat die commerciële televisie... Dat betekent Madonna, dat betekent... Ja, ze gaan dus heel veel pop geven en ze gaan natuurlijk ook heel veel de Vlaamse artiesten geven, want ze weten dat daar ook het publiek voor is. Ze gaan dus het publiek van 13 tot 33 jaar, laten we zeggen, de popmuziek geven en ze gaan de mensen van 33 tot 93 de Vlaamse artiesten geven. Integendeel.
Ik ben er zeker van dat de zeven plagen van Egypte kinderspel zijn vergeleken met wat de commerciële televisie zal aanrichten op dat gebied. We hebben een mooi voorbeeld vlak aan onze grenzen, RTL. Wat wil zo'n commerciële zender? Alleen maar commerciële middelmaat. Pap die door internationale multimedia wordt afgescheiden en de mensen gewoon in hun nek geduwd. Hoeveel percentage eigen werk zenden die mensen uit? Dat is verwaarloosbaar. Het is een veelgehoorde klacht in het algemeen op de commerciële televisie dat de commerciële televisie eigenlijk nog extra zal benadrukken de grote vedette en het grote Engels en Amerikaans product en voor lokaal product erg weinig zal overblijven. Wat ook de beloftes zijn in die richting. Want het zijn de kijkcijfers die adverteerders aantrekken. Ik denk dat commerciële omroepen zich in eerste instantie zullen richten op de grootste gemene deler. En tot nader order is dat niet Jean-Pierre van Poelkapelle uit Zwevenkote Plage, maar is dat Madonna en Bruce Springsteen en Michael Jackson. En ook daar gaan ze volgens mij niet echt aan bod komen. Dus we gaan de BRT misschien nog nodig hebben. Ja, ik denk uiteindelijk dat de BRT niet zo de zondebok is waar men er altijd wil van maken. Ik ben niet akkoord met die dingen. Wat zegt u? Mag ik u echt geen vragen stellen? Anders komen jullie zo graag op de televisie. En nu staan we hier en nu willen jullie niet op de televisie komen. Dat begrijp ik niet hoor. Leg me dat eens even uit. Wel, ik zie het er niet van in. Maar ik hoor klachten van Vlaamse zangers dat ze niet genoeg op de televisie komen. Nu staan we hier en nu willen jullie niet op de televisie komen. Wat betekent dat? Wel, we willen dat wel. Heel graag zelfs, maar nu niet. Ik ben ook niet zo goed. Je bent te moe of wat? Ja. We zijn niet gesminkt. Ja, maar het is geen optreden. Ik wil u maar een paar vragen stellen. Maar u moet niet gaan lopen. Wat zegt u? Nee, maar antwoord rustig op mijn vragen, dan gaat u geen moeilijkheden krijgen. Dat is de eerste keer, dames en heren, dat een Vlaamse zanger niet op de televisie wil komen. Nee, maar kent u de klacht? Kent u de klacht, meneer, dat de Vlaamse zangers te weinig op de tv komen? U kent die klacht. Zou u willen, alsjeblieft. Ja. Dus als dit uitgezonden wordt, dan weet ik u wat er gaat gebeuren. Hè? Wat gaat er dan gebeuren? We zien. Nee, maar goed, ik wil u vragen. Ik wil vragen. We zijn er altijd in een democratie, nee. Ja, maar de klachten die we krijgen van de Vlaamse zangers zijn dat ze te weinig op de televisie komen. En ik wil vragen waarom, en er ontstaat een rel, dat is toch vreemd? En sportief als we zijn, geven we onze aanklagers het laatste woord. Ik denk dat het duidelijk is als je ziet welke dat de populairste programma's op BRT-televisie zijn. Het is nog altijd het Eurovisie Songfestival. En welke soort muziek is dat? Dat is toch de populaire muziek? En dat is het populairste showprogramma op televisie. En het populairste quizprogramma is nog altijd Hoog-Lager. En het populairste drama is nog altijd Het Pleintje. Nu, het moet wel en welk soort zijn. Publiek kijkt daarnaar, denk je? Welk soort publiek kijkt naar het Eurovisie Songfestival? Kijkt naar Het Pleintje en kijkt naar Hoog-Lager. De tieners van 13 jaar of de mensen van 30, 40, 50 jaar. Nu doet dat moeilijk zijn. Dus dat soort publiek krijgt niet zijn muziek, krijgt wel zijn drama, krijgt wel zijn quizprogramma's, maar krijgt nog altijd niet zijn favoriete muziek. Ja,